13 werkgevers hebben zich gecommitteerd aan de 6e ondertekeningsronde van de verklaring van Paramaribo, welke is geïnitieerd door PAREA, de organisatie voor LGBT professionals. Juan Pigot, oud-voorzitter van PAREA, is in 2016 de initiatiefnemer geweest van de totstandkoming van de verklaring van Paramaribo. Hij zegt dat deze verklaring een niet-bindend document is die aangeboden wordt aan werkgevers. Met het ondertekenen van dit document geven werkgevers aan dat op hun werkvloer niet gediscrimineerd wordt, ook niet op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Pigot meent dat de verklaring van Paramaribo zijn waarde al heeft getoond. Want wat we hebben gezien in de afgelopen periode, dus nadat het tot stand is gekomen, is PAREA uitgenodigd door het ministerie van Arbeid. Ik dacht dat dat in 2018 was, die toen bezig was om de nieuwe arbeidswetten voor te bereiden. De verklaring van Paramaribo is als onderliggend stuk meegenomen en het is dus uiteindelijk ook verwerkt in die wetten. Dus dat is een mooi ding waarbij je ziet dus dat de wetgevende macht, de regerende macht, maar ook de uitvoerende macht, dat iedereen de verklaring van Paramaribo toch als een serieus document neemt. Wat ook gebeurd is nu, bij het Constitutioneel Hof loopt er nu een zaak waarbij eigenlijk wordt aangevochten het recht op huwen voor mensen van hetzelfde geslacht. En ook het Constitutioneel Hof heeft de verklaring van Paramaribo gezien en heeft dat ook opgevraagd om te vragen van eigenlijk met name welke bedrijven en hoeveel bedrijven hebben of organisaties hebben die verklaring getekend. Dus zo zie je, het heeft eigenlijk zijn waarde echt al bewezen en wij kunnen het heel goed inzetten als tool om mensen op te educaten, maar dus ook om verandering te brengen. Jurist Milton Kastelen benadrukt dat de verklaring van Paramaribo een voorloper is van de wetten geweld en seksuele intimidatie en wet gelijke behandeling arbeid. Volgens hem kan de uitvoering van deze twee wetten aan de hand van de actiepunten die in de verklaring zijn opgenomen gemonitord worden binnen de bedrijven om een inclusieve werkplek te realiseren. Dus het blijft van waarde. Mijn motto is ook altijd van: je hebt liever werkgevers die overtuigd zijn dat elke werknemer het recht heeft op een veilige plek, een werkplek, een inclusief en veilige werkplek, dan een werkgever die zich verplicht voelt door een wet of door handhavingsmaatregelen. Omdat alleen op die manier, door die innerlijke overtuiging, gaat ook die geest van die wetten gaat leven op zo'n werkplek en in de samenleving. De eerste ondertekeningsronde van de verklaring van Paramaribo vond in 2017 plaats. Inmiddels hebben ruim 85 bedrijven dit document ondertekend en tonen zij aan dat een ieders seksuele oriëntatie en genderidentiteit gerespecteerd wordt.